Zometeen de avondetappe met Mart Smeets. Maar er is nog veel meer sport op deze warmste dag van het jaar. We spreken met Alfred Finnbogason. We hebben ook nog honkbal, de halve finale van de Haarlemse honkbalweek. En we beachvolleyballen om $1 miljoen in Scheveningen. Zo rond 11:55 op dit net. Tot straks. Goedendag, dames en heren. We zitten in de tuin van Château Picontal. Dat Picontal staat in Croix. Dat ligt in de buurt van, zeg maar, Gap en Briançon. Aan het water ook ergens. Uitloper van de Alpen. Het is hier mooi. Het is een bed and breakfast. Je kan hier slapen. Maar dan moet je even één ding weten. In één van de kamers heerst een geest. Tank en met Lucille Star. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Daar zitten we dan in de tuin met vier mannen aan tafel. Deze opent zoals het hoort. Thijs, wat viel je op vandaag? We hebben een heel mooi beeld van Nicky Terpstra die zich voor de start van de etappe bij 30 graden en een bergetappe van bijna 180 kilometer gaat opwarmen op de rollen. Dit zag je alsof, dus. Alsof het een tijdrit is. Moet je kijken. Dus dit is dus voor een bergrit. Zo bang zijn dat je buiten tijd wordt gereden omdat het eerste uur zo verschrikkelijk hard gaat. Omdat iedereen in de ontsnapping wil zitten. Dat je dus gaat warm rijden op de rollen. Dat, ja, dat is prachtig om te zien. Het is wel gedreven door angst, zeg jij? Nou, ook. Ik bedoel, het is voor een deel natuurlijk, je wil proberen mee te zitten in ontsnapping. Nou, denk ik niet dat Nicky vandaag het idee had dat hij mee wilde zitten in ontsnapping, omdat het aankomst bergop was. Maar het begon vandaag met een klim. En je wilt gewoon echt niet dat je daar met geblokkeerde benen meteen wordt gelost. Want dan ben je eigenlijk gewoon vandaag verloren. Ja. De tweede gast die we aan tafel hebben, daar zou je aan kunnen gaan vragen. Dat zal ik straks ook doen, of hij zich ook warm reed voor bergetappes. Maar er zitten misschien wel jongere kijkers nu naar de televisie te kijken. En die zeggen van, wie is die man? Laten we hem eens laten lopen in het Village de Départ. Misschien herkennen de Nederlanders deze ex-renner. Links. Pratend met Frans Maassen. Het klein manneke. Hij reed vroeger in een prachtige blauwe trui van Koga Miyata. Later werd hij de held van Nederland in de bergen. Welkom, Peter Winnen. Ja. Word je nog herkend eigenlijk daar, als je daar loopt, behalve dan door de Nederlanders? Door Daniel Manjas natuurlijk altijd. De speaker. De speaker. Ja. Hoe noemt hij jou? Wiesne, hè? Wijnen. Ja, je moet er maar opkomen. Ja. Ja. Ja, maar zijn er nog maten van je die op een of andere manier een functie hebben in de Tour? Ja, bij Bosjes. Je ziet ze, gewoon lopen. Michaud zag ik lopen. Zegt hij nou nog wat tegen je? Ja, ik heb hem vandaag niet getroffen, maar normaal gesproken als ik hem tegenkom, dan, dan hebben we gewoon een heel interessante babbel. Ja? Ja. Is het voor jou ook terugkeren naar Memory Lane? Of, Ja, altijd. Kijk, als je terug in de Tour komt, dan gaat er van alles bruisen. En, echt waar? Boven. Ja, dat is echt zo. Kijk, je hebt niet alleen een heleboel herinneringen, mooie en slechte herinneringen. En op zo'n dag als vandaag, als je weer door die Alpen rijdt, het zit eigenlijk helemaal in je systeem. Alsof je het puur lichamelijk alleen nog allemaal herinnert. Je voelt het nog, bij wijze van spreken. Je voelt het nog, bij wijze van spreken. En dat is ook het leuke.
Dat als je dan naar de koers kijkt, het is zo makkelijk identificeren, hè, met de jongens die nu koersen. Reed jij warm vroeger voor een bergetappe? Nee, niet echt van bergetappe, van tijdrit hoor, voor een proloog. Ja. Nee, van bergrit. Ja, in onze tijd er werd heel anders gekoerst hoor. Kijk, nu wordt er het eerste uur gekoerst voor een goede ontsnapping te zetten. Maar we namen er soms vaak ons gemak van hoor, de eerste paar uur. De ritten waren vaak ook toen in die tijd veel langer. Ja, ja. Deze was bijna 180 kilometer. Ja. De laatste gast, daar moet ik even teruggaan naar de zaterdag voor de Amstel Gold Race, Limburgs Land. Wat een souplesse. Ja, ja. We waren trots op je toen, ja, moet ik zeggen. Ja. Was je ook trots op jezelf? Nou, dat was natuurlijk. Die jongens die daar zaten, die hadden al 120 kilometer gefietst. Dus zeker het eerste beeld waar je mij al die mensen toch gewoon vrij makkelijk in ziet halen. Het is niet helemaal eerlijk. Zeg maar ik vond het wel mooi om terug te zien. Welkom Frank. Welkom aan een tafel van wielergekken. En daar hoor jij bij. Ja, ja, zeker. Dat zit in je vanwege het Brabanderschap? Mierlo? Mierlo, kersenronde. Die bestond in mijn jeugd even niet meer. Maar hij is weer terug, dus ja, dat is mooi. Een grote amateurkoers was dat vroeger. Maar wij gingen sowieso altijd op tweede paasdag naar Gerwen, naar de ronde van Gerwen. Ja. Waar onder andere Peter Winnen gereden heeft. En een van de winnaars, geloof ik, Gerry Kneteman, was nog ook een amateurwedstrijd. En dan zaten we altijd in de voortuin van ome Jan en tante Mia naar deze schitterende ronde te kijken. En ik vond het magistraal. Ja. Maar heb jij ook wedstrijden gereden? Heb je, nee? Nee, ik ben een voetballer en tennisser. Je zou het niet zeggen, maar nee, ik heb nooit gefietst. Je bent ook acteur, je bent cabaretier, je bent eigenlijk van alles. Mm-hmm. En je bent op het ogenblik ben je bezig, vandaar ook een beetje het uiterlijk. Ja, want, verklaar het maar even, anders ja, gaan nee, de mensen zappen anders, natuurlijk. Ja, dan denken de mensen, bah, wat is dit nu, ja, in godsnaam. Maar je hebt wel... je hebt wel trekken van Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Ja. Dat weet ik omdat ik ooit een postzegel van hem heb gehad. En daar lijkt hij op. En jij speelt. Jij speelt de Ruiter. Je had heel veel briefjes van 100. Ja. Oh, kijk, beeld. Ja, daar, beeld. Daar zo zijn wij ook, ja. Hier speel je de Ruiter. Ja. Wil jij alles doen in je leven? Het liefst wel. Ja, wat was hier de uitdaging? Nou, ik ben wel eens eerder bij de Tour geweest, maar om echt deel uit te maken van die karavaan. Want zo voelt het dan als je met een pasje om je nek bij de startrond mag lopen en in zo'n auto over dat parcours mag scheuren. En al die mensen zwaaien. En, ja, ik heb heel veel fantasie, dus dan heb ik ook echt het gevoel dat ik erbij hoor. Maar, en wat was de uitdaging om de Ruiter te spelen? Om de Ruiter te spelen? De Ruiter is een van onze grootste helden. Of als je het vertaalt, het is een wielerprogramma. Cruijff, Rembrandt, de Ruiter. Peter Post, Jan Raas en alles in één. Zeg maar. Ja. Hij was ploegleider en kopman. En de man die de grote eendagswedstrijden won. En de rondes. Ik bedoel, die man en hij daagde Cavendish uit. Klop. Ja. En die heeft het hele de begrip zeeslag vernieuwd door nieuwe tactieken en inzichten daarop. Dus het was een groot man. Deze man is uiteindelijk door Fransen doodgeschoten. Maar toen hij terug naar Nederland voer, hebben diezelfde Fransen allemaal boten opgeleid en saluutschoten afgevuurd. Omdat zo ze groot ook was die? Vonden, ja, die was wereldberoemd en dat in de 17e eeuw. En dat uiterlijk wat je nu met je draagt, dat is omdat jullie in de laatste weken van de opnames. We moeten nog één week draaien en dan tot grote vreugde van mijn vrouw onder andere mag de snor er weer af. Ja, maar zo hoort het. En wanneer komt de film in omloop? In januari. Ja. En dat moeten we allemaal gaan zien.
Ik denk het wel, ja. Het is een spektakel wat in Nederland zijn weergaan niet kent, denk ik. En het is, er zit alles in. Leuk. Straks ga je over fietsen praten. Het is een programma toch wel met artistieke inhoud. Want weet u nog dat we gisteravond Casper van Koten aan tafel hadden en die vertelde allemaal mooie verhalen. En ook over het feit dat hij graag in zijn programma's wel in het Frans wil zingen. En toen ineens beloofde hij een lied. En daar is hij aan begonnen. Toen zeiden we van kom dan maar een bisnummertje doen en dat doet hij dan nu. Het nummer heet Van Toe. Les cigares cachés font la musique, pièce par pièce tellement unique, comme le chêne de mon vélo. C'est ma terre historique. La seule chose qui manque, c'est la voix de Marthe et la voix de la publique. Au fond du Ventoux, ouh, au fond du Ventoux, ouh. Millième fois que je passe à cette monte chaude, aucune fois le courage de monter. C'est pas l'histoire ni le temps, non, aucune fait de me justifier. Dernière fois que je me dis, c'est là l'heure de vérité. Au fond du Ventoux, je sens la peur partout. Le trembler de mes genoux au fond du Ventoux. Zo is allemaal vandaag gemaakt, hè? Dus komt ie, de brug. Je vais monter, bien sûr, danser. Ça va agrafer, je vais récupérer. Je vais grimper et défaiter. Et maintenant je suis au sommet du Ventoux, ouh, je l'ai fait, je faisais tout, ouh, au sommet du Rizoul, oui, c'est so cool, oh Maïka, oh la Laïka, We zitten een stukje van je vandaan, maar dit soort dingen komt ook in jouw karakters terug, hè? In de voorstelling. Ja, de Franse chansonnier die dit geschreven had kunnen hebben, Mercou, is volop aanwezig. Ja. En dit zou een liedje van hem kunnen zijn. Ja. En ik vond het zo'n mooie kampvuurzetting dit. Ik speel eigenlijk helemaal geen gitaar, maar ik denk, ik ga een beetje de beste singer-songwriter uithangen hier in... Dat is je gelukt. Dankjewel. Goed zo, dankjewel. Ik zeg er even bij dat ook hij in een film te zien is. Hè? Want hij gaat in Van Toe, in het verfilmde boek van Bert Wagendorp, gaat hij een van de mannelijke hoofdrollen spelen. Succes, Casper, erin. Dankjewel. Nou, waar zijn we? Bij de etappe van vandaag. Tweede Alpen-etappe. Het is eigenlijk kort, twee maar, vind je niet, Thijs? We hebben de Vergezen nog ervoor gehad, hè? Ja, die zijn heel vaak worden die een beetje overgeslagen. Ik vind zelf altijd de Vergezen erg leuk, omdat je de beklimmingen zijn daar niet extreem lang. Dus er kan heel veel gebeuren qua tactisch. Kan heel veel spelen met de mannetjes vooruit sturen en dan kopmannen erachteraan. Dus ik heb wel genoten van de Vergezen, eerlijk gezegd. En het was heel slecht weer toen. Ja. Dat helpt ook niet mee. Zeker, zeker. Maar ja, dat komt dus een beetje in plaats van één of twee Alpen-etappes. Dus twee snel achter elkaar. En die van vandaag bijna 180 kilometer. En die eindigde in Rizoul. En toen dachten ze daar al aan skiën. Ik bedoel, de plaatselijke VVV. Ja, oké. Die bepaalt ook. Het is een etappe waarin het eerste uur onwaarschijnlijk gereden wordt. Heel hard. En waarin de gele trui die hier zit te kletsen, voor in het peloton, zich aan alle kanten laat zien. Er zijn er dan al in dat eerste uur die gewoon terug moeten, die weg moeten. Omdat het te hard gaat. 180 kilometer en je weet dat het vergif op het einde zit. En er is die berg die schrik inboezemt. Izoard. Ja,
Dit was het duimpje omhoog voor Thijs van Vinokourov. En daar, bij de eeuwige sneeuw, daar kijk je dan de hele dag tegenaan. En van alles rijdt er voorop. En sommigen rijden voorop omdat ze wel eens wat anders moeten doen dan fietsen. Kijk, als je buikloop hebt, zoals de Marais, daar, dan heb je een afspraak gemaakt dat er een klein toiletje daar staat. En hij doet zijn behoefte en hij sluit later aan. Dit ziet er allemaal ontspannen uit. Dit is Kruiswijk. En die zit in een groep van 17 man. En daar zitten goede namen bij, hoor. Sagan, Jeve, Thomas, Rodriguez, Gauthier, Roach, Moinard, de Marchi Serpa, Maika is erbij. Kijk eens, dit zijn de Alpen. Die lange, mooie, goed glijdende afdalingen. Hier is, als je het durft, de kans om niet eens je remmen aan te tikken. Maar blijven glijden door die bochten. En dat ziet er schitterend uit. Zo, zeker als je niet op die fiets hoeft te zitten. Die 17 man, waar Herrada en Yates en Taramé en Riblon en Timmer ook bij waren, die krijgen 3, 4, 5 minuten. Kruiswijk laat zich goed zien in dat gedeelte van de etappe. Het is alsof hij een soort van wederopstanding meemaakt. 3 jaar geleden een groot talent. En ineens is hij in de kopgroep. Alles breekt. Er komt een groep van 17, waar wat eenheden uitvallen. Het peloton wordt kleiner, groter. En dan gaat Ager Deuxerre, die Franse ploeg die 2 man bij de eerste 10 heeft, gaat zich serieus met alles bemoeien. Gaat een beetje spetteren ineens. Dus je moet licht opletten. Het verschil van de koplopers loopt terug. En dan is daar ineens de Marchi. Dat is natuurlijk een man met een verhaal. Want verleden jaar wint hij in de Dauphiné deze etappe. En als je heerlijke herinneringen hebt aan verleden jaar, ja, merci et au revoir. Het zal hem niet gaan lukken, want hij wordt al bijgehaald. Hij wil de solo gaan. En dan krijg je dit prachtige beeld. Niet al te veel publiek aan de kanten. Zo nu en dan staan mensen te kijken van wie zijn dat die daar aankomen. Ik geef toe, een tour zonder verdetten is als berggeiten een beetje uit elkaar geslagen. En let op dat je niet van het randje afvalt. Rodriguez, die in de kopgroep heeft gezeten en die wel zijn punten voor de bergtrui heeft gepakt. Rodriguez die probeert het dan nog 1 keer, maar niks lukt meer. Van deze ploeg sturen ze ineens Maika naar voren. Dat was de man die Karsten Kroon gisteren geroemd heeft. En dan is het moment voor Nibali dat hij zegt van, ja, al dat gedoe en dat gespeel, dat is nu afgelopen. En ik ga vast. Tot ziens. Dan is er 1 Fransman die met hem meegaat. U weet, er zijn 4 Fransen die zich een plaats hebben verworven voorin. Béraud, Bardet, Pinot. En die zitten allemaal van voren. En dan ontploft daarachter van alles. Er zijn renners die de slag volkomen missen. Nibali kan 1 keer goed demareren op een grote versnelling. Hij rijdt dan weg. En daarachter wordt het tutti-frutti. Met Van Garderen, die in eerste instantie de slag mist. Met Van den Broek, die de slag mist. En dan krijgen we Laurens ten Dam. Ja, ja, gisteren gereden, vandaag gereden. Koenig zit bij hem. En Maika blijft gelukkig voor hem vooruit. In 1993 was het Jaskula die in de Pyreneeën voor het eerst voor Polen een etappe won. Vandaag komt de nummer 2 aan. En Laurens? Laurens laat zich van zijn allerbeste, van zijn feestelijkste kant zien. Hij is prachtig bezig met Roland in zijn rug, met Koenig in zijn rug. Probeert hij van alles te maken. Niet Mollema, het is vandaag de lauwdag en niet de bouwdag. Nibali, die is in orde. Die zegt gewoon, ik neem genoegen met de 2e plaats. Béraud wordt 2e. Dan komen Pinot en Bardet, de Fransen. En dan is daar de tijd voor onze landgenoot. Op 1:07 komt hij. En die andere landgenoot, die heeft wat meer nodig. Die verliest aanmerkelijke tijd vandaag. Dus ten Dam, goed. En Mollema, die had het heel erg moeilijk. En daar staat dus een Poolse overwinning. Nibali laat gewoon zien hoe goed hij is. En die Fransen, daar gaan we zo direct wel over praten. Het werd een etappe zonder echt al te grote verhalen, Thijs. Maar toch heb jij natuurlijk dingen gezien waarvan je zegt... Hey, Laurens bijvoorbeeld, 2 dagen achter elkaar. Ik vond geen etappe met zonder al te groot verhaal. Vanaf het eerste moment is het vuurwerk geweest. Nibali heeft notabene vooruitgereden in een kopgroep van een man of 30. We hebben een aanval gezien van Ager Deuxerre. Die probeerde Pinot overboord te gooien in een afdaling. Want Pinot was vorig jaar...
Nee. Hebben we geen beeld van gezien, maar Pinot moest los op een gegeven moment. Ja, die reed vorig jaar als een omaatje naar beneden. En ja, die schijnt problemen te hebben met snelheid. Dus die probeerde hem in een afdaling overboord te gooien. Hoeveel hebben ze gereden in de afdaling van de Issoire? Nou, ik denk dat ze daar makkelijk over de 100. Dat klinkt bizar. Ja. Ja, toch? Ja, dat klinkt echt bizar. Nou ja, die afdaling kan het. Ja. Maar er moet niet één steentje op de straat liggen, denk ik dan wel eens. Nee, maar dan moet je, als je eraan gaat denken, dan heb je dus een probleem. Dat had Pinot dus vorig jaar. Die ging dus nadenken over snelheid. Die hebben ze uiteindelijk in de Formule 1-auto, ik geloof op Magny-Cours gezet. En hem daar gewoon rondjes laten rijden naast een ervaren Formule 1-coureur. Om hem gewoon maar aan die snelheid te laten wennen. Ja, dat heeft blijkbaar wel geholpen, want hij moest er wel een klein beetje af. Maar hij kon wel aanpikken. Ja, en op die slotklim explodeerde alles. Ik heb wel echt genoten vandaag. Ik heb ook wel genoten, maar je hoopte dat er meer strijd zou zijn toen Nibali weg was. En dat beperkte zich eigenlijk tot Ten Dam die met een klein groepje wat probeerde. En Maika die natuurlijk wel chapeau verdient. Ja, ja? Zeker. Maar ja, er is geen strijd meer om de gele trui. Die is al beslist. En je ziet ook dat renners die daarachter rijden, die rijden helemaal niet meer voor de eerste plaats. Nee, die rijden tegen elkaar. Ja. Peter, Alpendeskundige. Wat vind jij van het rijden van Laurens Ten Dam? Ja, ik vind het wel als je de laatste dagen rijdt, de laatste twee dagen, ik vind dat bijzonder mooi. Kijk, hij heeft zijn kwaliteiten. Maar hij toont ook op een bepaalde manier durf. Kijk, wat ik de laatste jaren in die koers gezien heb, vooral in de klassiekers, en ook, hij staat heel berekenende rijen. Maar ik vind sport dan sport. Als de passie er een beetje vanaf vlamt, zal ik maar zeggen. Ja, dan kan je hem daar toch afscheppen. En gisteren, ja, hij neemt gewoon risico's, weet je wel, door die tempoversnellingen, door die demarages. En gisteren zakte hij dan wel weer een klein beetje door de ijs, maar dat maakt verder helemaal geen donder uit. Maar dat is mooi. Kijk, achtste worden zonder je geld op te lichten. Ja, dat is niks. Ja, oké, okay. Dat is een getal, hè, achtste. Maar als je iets wil bevechten, ik denk dat veel meer blijft hangen. Dat spreekt jou ook aan, Frank? Ja. De strijd in de sport, jazeker. Ja, maar de manier waarop, de zichtbare manier waarop Ten Dam bezig is met zo'n etappe. Ja, ik zoek natuurlijk in mijn vak, maar ook als ik naar sport kijk, naar emotie en naar afzien. En dat is prachtig bij die jongens, je die beelden ziet van na de finish. Kom maar, je hebt ze aangekondigd. Goed, hè? Ja, ja, je zou zo bruggenmaker kunnen zijn. Laurens Ten Dam finished als achtste op 1:07. En drinken kan je ook zo. Het meeste gaat erover, zei Wim Zonneveld. Kameel een beetje. Ja. En dan moet het wel schoongemaakt worden aan alle kanten. De mooiste slijbaard van het peloton. Ja. Je moet ook helemaal niet zeggen dat hij Nibali al gewonnen heeft. Want er kan ook nog gewoon nog wat misgaan. Ja, natuurlijk. Dan opgegeven. Iedere zitplaats is dan goed, hè, achter de finish. Zelfs zo'n autootje. Oei, 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 die benen. En drinken, drinken, drinken. Geweldig. Als ik naar schelen kijk. Het scheel kijken, ja, inderdaad. Nou, dan wordt het wel tijd dat hij eens gaat praten. Ja, dit zou een verplichte kost moeten zijn voor Kasper en de jongens die van toe gaan spelen. Zeg maar dit is afzien. Zo ziet het eruit. Ik ben niet voor niks naar Amerika gekomen. Nee, hè? Hupsie. Nog een halve grap. Ja, de sponsor moet nog een pet hebben. Het bleef heel lang tempo van die gastouwer. Toen dacht ik bij mezelf, zolang hij op kop rijdt, moet ik er godverdomme... Oh, sorry. Sowieso niet af. En toen begonnen ze te prikken, maar ik voelde me wel best wel goede benen. Ik ging als eerste achter Van Verde aan. En ik denk, ik ben los. Alleen toen knalde Van Gaard er even hard over me heen. En die heeft me gisteren ook nog gelost op het laatst. Dus die was net even een tikje sterker. En toen dacht ik, even eigen tempo pakken. En dat heb ik gedaan. Ik zat in het wiel van Koenig en toen reed ik naar Slack toe. Toen kwamen we terug bij het groepje, maar ik kon net niet volgen. Maar toen moest Van Verde er ook opeens af en zat ik bij hem in het groepje. Toen heb ik me een beetje geprofiteerd van hem en Koenig. En 1,5 kilometer voor de meet heb ik een buitenblad getrokken en ben ik bij ze weggereden. En ik kom nog bijna terug op die mannen Thibaut Pinot en Van Garderen. Dus dat was eigenlijk best wel een mooie klim voor me. Ja. Hadden jullie afgesproken, jij en Bouke, dat het op de slotklim ieder voor zich was? Je moet toch gewoon rijden voor wat je waard bent. Ik hoorde van Nico dat ik gewoon moest volgen, dus dat heb ik gewoon gedaan. Lauw en Bouw. De Lauw-seances hebben we nu gezien. Maar hoe was het met Bouw na afloop?
Ja, Bauke, goed dat je er even komt staan. Ik kan me voorstellen dat je teleurgesteld bent. Waar brak je? Waar? Ja, ik denk op, het zal het zijn, 3-4 kilometer voor de top. Toen moest ik eraf en ja, toen ben ik gewoon mijn eigen tempo doorgereden tot boven. Ja, heeft die ziekte van de afgelopen week, heeft die hier iets mee te maken? Dat je toch een jas uitgedaan hebt, dat je toch een paar procent tekort komt? Nou, dat weet ik niet. Dat, ja, dat weet je, dat is lastig te zeggen. Kijk, we zijn al 1,5 week verder, dus ja, ik, voor mijn gevoel ben ik al meer dan een week gewoon helemaal topfit. Dus ik weet niet of het daar aan ligt. Ja, goed, maar ik kan me voorstellen dat je dan met diarree, een jas uitdoet. Ja, zoals ik zeg, dat weet ik niet. Hij houdt het open zoals hij de laatste dagen allemaal open hield. Nou, we hebben nog een week en er wordt nog gereden in de Pyreneeën. Wie weet dat hij die jas weer terug aan kan krijgen. Want alles past hem, zo lijkt het haast. Er is dus een poll. En Thijs en ik herinneren ons de voorgaande poll. Dat was Jaskula. En die noemden wij, zonder dat we dat ooit afgesproken hadden, de man met het lelijkste gebit ooit in de Tour. Hè? Ja, ja, ik noemde net een paardenbek. Dat is misschien niet heel respectvol, maar ik zou niet een andere manier weten om dat te omschrijven. Ja, dit is zijn opvolger dus. Want deze man, deze Maika, die wint vandaag de etappe. De Jaskula overigens. Dat er een land is wat er nog langer over doet om een volgende rit winst te Polen te behalen. Polen, ja, goed, ja. Maar dat doet er niet toe. Nee, die hadden wel mooie renners hoor. Op een gegeven moment hadden ze ook nog meneer Lang, die heel goed tijdritten kon rijden. Ja. Jij hebt de eerste meegemaakt, Peter. Toen jij je amateur, Piasecki, die sprinter. De eerste sprinter met een snor. Hey. Piasecki was ook een verschrikkelijk goed tijdrijder, hoor. Ja. Ja. Maar hij zat op de fiets, ja, alsof het een tor was. Een heel merkwaardige tred en zit. Ja. Maar hij kon wel verschrikkelijk hard trappen, ja. Je wou ook nog iets over een snor zeggen, kan ik me nu herinneren. Ja. Wat was dat dan? We hebben vandaag kunnen genieten van José Serpa. In de kopgroep. Ja, die heeft zo'n epische snor. Ja, dit is toch fantastisch, jongens. Gepenseeld snorretje. Dit is dan echt, dat is een rockster uit de jaren 60. Dit is... Long Tall Ernie en de Shakers, man, is dit. En dan heeft hij ook nog fantastisch mooie flappenwoorden ernaast. Jullie begrijpen het gewoon allemaal niet. De snor is terug, jongens. Ja, nee, de snor is zeker terug. Nee, ik ben hier wel echt jaloers. Dus Michiel Adriaanszoon, Ted Wow. Maar heb ik ook. In Parijs moet jij gewoon... Ik vind het voor een coureur niet kunnen. Dat vind ik echt niet. Nee? Nee, niet voor het zicht, maar alleen voor de hygiëne. Want wat er allemaal in zo'n snor en baard blijft hangen, hè, dat is echt niet te geloven. Dat heb je wel gedaan. Wassen, Peter. Ja, maar onderweg toch niet? Dat is handig, heb je onderweg af en toe nog wat... Maar deze snor was werkelijk fantastisch. Nee, echt prachtig. Ja. Goed. Diep respect. Er was nog even terug naar die Maika. Dat is dus de tweede pool die een etappe weet te winnen. Zijn sponsor, daar wil ik het even over hebben. Dat is een nogal rijke man, laat ik het zo zeggen. Die, als hij wil, dan haalt hij zijn wisselgeld uit zijn zak en dan koopt hij de hele Tour. En dan... vraagt hij aan ons, helden jullie nog wat? Dat is deze man. Dat is Oleg Tinkoff. Die echt ongelooflijk rijk. En die vindt het dus ook leuk om zelf te fietsen. Want, ik bedoel, dan is hij one of the guys. En dus rijdt hij op het parcours. En let dan op wat er gebeurt. Tinkoff, ja? Hij kan, als hij wil, Frankrijk kan die kopen. Heb jij het zien gebeuren? Ja, dat gebeurde naast onze auto. Werd hij er afgereden en afgesneden. Wij zaten al van, is dat nou Tinkoff? Ja, volgens mij is het hem. Ja. En toen kwam er ineens die man met zwaailicht en sirene. En die zei, eruit. Ja, helaas moesten wij ook doorrijden, want de karavaan wacht op niemand. Ja? Dus de afloop hebben we niet gezien. Maar... Nee, maar dat is wel weer mooi, die afloop. Dat kan ik jullie wel weer laten zien. Dus die Tinkoff, die kan van alles doen. Waarschijnlijk is die met een Formule 1-wagen naar de finish gereden. Of met een helikopter daar neergezet. En toen had hij oog voor de camera's van de Franse televisie. Met heel veel dank aan de collega's. Mogen wij nu ook meekijken wat deze puissant rijke eigenaar toen deed. Je pense que nous méritons cette victoire. Incroyable. Beaucoup d'émotions, je vous prie de m'excuser. Oui, bon, on a perdu Alberto et il fallait gagner. Staat hij te janken? Ja, dat komt omdat hij dus zelf van het parcours afgereden is en een boete heeft gekregen of zo. Het schijnt dat je nog een slokje lust ook, daar komen ook de emoties los, hè? Ja? Ja. Nee, maar ik bedoel, als je dan zo'n ploeg hebt, dan vind ik het wel mooi dat zo'n man echt gewoon daar ook geëmotioneerd en dat hij in die sport zit, omdat hij het echt heel erg mooi vindt. Ja, en plus, hij heeft een flinke klap gekregen toen Contador dan natuurlijk uitviel.
Daar zijn ze het hele jaar voor bezig geweest. Ja, met z'n allen dus. Hè. Ja. Dat heeft Karsten Kroon gisteravond duidelijk gemaakt. Dan gaat de kopman weg. Overigens, Contador verscheen vandaag in Spanje bij de collega's van de Spaanse televisie. En toen verklaarde hij het volgende. Bueno, pues hemos evolucionado bastante poco. Sí que es verdad que estamos trabajando mucho en cuanto a lo que es a la inflamación, intentar disminuirla lo máximo posible. Pero bueno, las heridas internas, me hice dos agujeros bastante profundos a consecuencia de la caída y me están impidiendo bastante el poder hacer cualquier tipo de movimiento con la pierna. Quizá me está penalizando incluso más que la propia fractura, ¿no? En la tibia. Pero bueno, espero dentro de poco y que vaya evolucionando y dar algo, poder dar algo de movimiento a la pierna, porque ya sabes que cada día que pasa y no estás en bici, encima no das movimiento a la pierna, te retrasa mucho, ¿no? Bueno, a ver, no cabe duda que tienes que mirar para adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que es duro. Ayer fue la primera etapa que vi del Tour después de la caída, porque iba a venir hoy y quería eso, pero la verdad que me resulta bastante difícil, ¿no? Es un Tour que había preparado a conciencia, un Tour en el que llegaba en unas condiciones increíbles, tenía un gran equipo a mi lado y estaba muy contento como estaba la situación. Mi equipo no se estaba desgastando, estaba desgastando el Astana del líder. En zo gaat hij de lift in. Overigens heeft hij heel veel hulp gekregen van de medische afdeling van Real Madrid, de voetbalclub daar in Spanje. Dat is dan maar gezegd. Hij staat niet meer in de boeken. Froome staat niet meer in de boeken. We hebben een hele andere tour gekregen dan we allemaal hadden voorspeld. En het algemeen klassement nadat we de Alpen verlaten is als volgt. Nibali slaapt op twee oren vanavond. Dat is heerlijk. Valverde had vandaag niet de goede benen. En dan Bardet, Pinot, Pero en Roland. U ziet vier namen die in het rood daar vermeld staan. Laurens en Dam staat op de 9e plaats. Hij heeft Koenig voor zich. Bauke Mollema staat 7. We zijn dus met Bouw en Lau op 7 en 9. We doen mee, maar ik zeg erbij, vier Fransen. Dat is voor Frankrijk reden om zeer enthousiast te zijn. En voor jou? Ja, eigenlijk ook wel enthousiast. Ik heb 2 jaar voor een Franse opleidingsploeg gefietst. En ja, toen zag je eigenlijk dat ze achter alle feiten aanliepen. Hoe de sfeer toen was wij wonnen in de tijd van Hino, in de tijd van Peter. Peter's de tijd. Wonnen wij in het wielrennen van alles en nog wat. En dus doen we het nog steeds op dezelfde manier. Om een voorbeeld te geven, wij hadden bijvoorbeeld, we hadden geen dorslesser, terwijl de hele wereld al 10 of 15 jaar dorslesser had, omdat daar mineralen in zitten, uitgebalanceerd, bla bla bla. Ja, we hadden gewoon limonade. Ja, dat soort dingen kun je, en dat is dus na een jaar 8, 9 geleden. En sindsdien hebben ze dat helemaal omgegooid. Zijn ze eindelijk eens gaan kijken naar wat de rest van de wereld doet in plaats van wetenschappelijke begeleiding? Ja, trainingsbegeleiding, wetenschappelijke begeleiding. Ze hebben een hoop buitenlanders eruit gegooid bij opleidingsploegen. En ze zijn gewoon gaan werken met hun eigen jonge talenten op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Nou ja, en zie hier het resultaat. Ja. Het is moeilijk voor Fransen om dingen anders te doen, hè? Maar dit is natuurlijk wel het Franse probleem. Ja, dit land is klassiek. 86, toch? Laatste toerwinst. Ja. Dat is lang geleden. Hino. Ja. Ja, Hino was de laatste. Zullen we u heel voorzichtig proberen voor te stellen aan die mannen die nu in de top 10 staan? Niet dat ze sprekend opgevoerd worden, maar dan kunt u in ieder geval zien wat het zijn. Dit is Romain Bardet. Die rijdt voor AG Deuxerre. Hij is van 1990. Hij heeft prachtige afmetingen. Hij is lang en vrij licht. En hij was verleden jaar 15e in de Tour. Dit is misschien wel de beste. Thijs? Misschien, zeg ik. Ik vind Pinot misschien wel beter. Laten we eens naar Pinot dan gaan kijken. Als die hier. Dat is die grote blauwe. Ja, dat is, kijk, dat is die grote blauwe. Die durft dus niet te dalen. Die rijdt voor Française des Jeux. Zeg maar de Lotto van Frankrijk. Van 29 mei 90. Jong dus nog. 63 kilo, dat is allemaal goed. 1,80 is goed. En hij werd al een keer 10e. Dus jij denkt dat dit is het grootste talent? Ja, hij heeft wat meer punch. Hij kan bergop harder versnellen. En ja? Bardet is meer van lang en stijl. Ja. En ik denk dat in het huidige wielrennen dat het echt nodig is om een verschil te maken. En dat Pinot dat iets beter kan dan Bardet. Dan hebben we dus twee jonge kerels gehad. Komen we bij renner nummer 3 die we aan u willen presenteren. En dat is Jean-Christophe Perrault. Kijk eens, die is van 77. Die is 1,72 lang en ook hartstikke licht, 62. En die werd 9e in de Tour van 2011. En won dit jaar het Criterium Internationaal.
Wat heeft hij ook weer voor achtergrond? Heeft hij niet op een terreinfiets gezeten? Ja, tweede op de Olympische Spelen, 6 jaar geleden. Kijk, in Peking dus. En die is zelfs stock-out. Ja. Maar er is nog wel één andere, en dat moet ik wel bijzeggen. Kijk, het hele wielrennen heeft sinds 2008 een bloedpaspoort. Ja. Dat heeft Frankrijk al sinds, uit mijn hoofd, 2000. En de Fransen hebben heel lang gezegd, ja, cyclisme de vitesse. En dat klonk echt heel zuur. Van ja, wij doen niks en zij doen het. Dat klonk vooral zuur, aangezien er in de tijd van Virenque juist in Frankrijk nogal het nodige gebeurde. Maar er is dus wel, als zij eerder een bloedpaspoort hadden en de rest nog niet, daar is dus wel ook enige. Ze hadden daar wel enige reden ook om het te zeggen. Goed zo. De nummer 10 in het algemeen klassement is een man die we iets langer kennen. Kijkt u maar. Pierre Rolland rijdt voor Europcar. Is van 1986. Ook mooi lang. 71 kilo. En hij is al 10e geweest in 11. 8e in 12. En hij werd 4e in de Giro. Er zijn mensen die zeggen dat hij dit jaar zijn minste tour rijdt. Thijs? Ja, hij heeft de Giro al gereden. Dat zegt alles? Nou, hij was heel goed in de Giro. Heeft hij heel goed gereden. In de eerste week was hij hier toch ook heel behoorlijk? Ja. Ja, maar steeds net eraf. Hij rijdt zich als een kip zonder kop rond. Hè. Dus van die vreemde strategische manoeuvres die geen enkel resultaat hebben. Het is niet zo slim, Rick. Ja, volgens mij is het best wel slim, maar ik weet niet waarom hij eigenlijk hier is. Volgens mij had hij niet eens hier moeten zijn. Hè. Omdat hij de Giro al gereden heeft? Hij heeft dan verschrikkelijk goed gereden. En ik denk dat één grote ronde goed rijden, dat, ja, eentje is echt genoeg, hoor. Oké. Okay. Ja. Bernard Hinault, tijdgenoot van Peter Winnen, over zijn landgenoten. Het heet hier Le Tour de France. Maar voor grote Franse toursuccessen moeten we terug naar een ver verleden. Het is 29 jaar terug dat een Fransman nog eens de Tour won. C'est dommage, parce que on n'a jamais eu une période aussi longue sans avoir un vainqueur français du Tour. Inmiddels gloort er hoop voor de Fransen. Er is namelijk een talentvolle generatie op komst. Galopin bracht een dag het geel en een etappe-overwinning. Maar voor het podium in Parijs wordt gekeken naar twee nog jongere twintigers. Deze Thibaut Pinot en, luister goed, Romain Bardet, nummer 4 van het algemeen klassement en drager van het wit als beste jongere. Pas mal, et il y en a d'autres derrière. Et ça, je trouve ça génial. Donc, ils ont compris maintenant qu'il faut se battre. Ook de Franse media storten zich op de jonge Franse talenten. Virenque zegt in L'Équipe zelfs dat Bardet dit jaar de Tour al kan winnen. Je sais que Bardet et Pinot ont une lacune. Ils sont pas mauvais dans la montagne, mais contre la montre, c'est pas leur domaine. Hij heeft vaak gekke dingen gezegd, Peet. Hinault. Ja, hij zit al een tijdje. Hij zal in beeld komen en je geeft hem gewoon Ik moet altijd wel lachen met Hinault. Ja, ik heb met die man gereden, maar ik wist niet wat ik meemaakte. Waarom niet? Kijk, wat dan? Kijk, de laatste jaren kennen we het als stramien van die ploeg. Je hebt een leider in de koers en dan zet je een ploeg op kop. En Armstrong is er eigenlijk een beetje mee begonnen. Ja, eigenlijk in de Rijn. Maar Armstrong heeft dat geperfectioneerd. Die reed de hele Tour met een ploeg op kop. En Armstrong natuurlijk, en af en toe kwam hij eens uit zijn hok. Maar Hinault, die controleerde die hele koers echt in zijn eentje. Zo'n Alpenritten als vandaag. Al die calls reed hij in zijn eentje, tempo op kop. Dat is echt ongelooflijk. En als jij demareerde en hij was het niet met je eens, Joël Pellier, dan sloeg hij je op je bek. Ja, net zo makkelijk. Het was ook al leider. Maar iedereen accepteerde het op een of andere manier van hem. Want het was echt een hele solidaire man. Een beetje een vakbondstemperament. Dus ja, wat vind jij dan niet van zijn huidige rol? Maar hij is nu eigenlijk niet meer dan. Zullen we dat even uitleggen? Hij staat dus op het podium en hij ontvangt de etappenwinnaar en die leidt hij dan een beetje rond en hij geeft een trui aan. Dus jij vindt dat zielig, ik ook. Jij ziet dat. Dat zie jij dus. En dan denk jij, hé, dat is diezelfde Hinault die toen vakbondsleider was. Ja, maar goed, ik heb Hinault ook wel eens meegemaakt nadat hij van het podium kwam, weet je wel. En dan gaat de kurk voor de fles. En dan is het weer het oude baasje. Maar ik heb hem ook wel eens bezig gezien op het podium, weet je wel. Dan moest je iemand verwijderen, hè, die daarop kroop. En dan is het inderdaad een terrier of een bokser, dan mept hij. Ja, hij slaat echt. Want het schijnt dat dat jaar dat, nadat hij gestopt is, hebben ze hem hier in de Tour, hebben ze hem toch als koersdirecteur geprobeerd. Ja, maar dat lukte niet, geprobeerd. Maar hij schold. Ja, hij schold iedereen de huid vol door die microfoon. Ja, vloeken en tieren. Dat staat je wel af, hoor? Ja. Nee, ik zit nu te denken dat toen ik 8 was of zo, toen viel hij een keer uit in die Tour met Zoetemelk, volgens mij. 80? Toen, ja, in 80 toen viel hij uit. En
Ik was ervan overtuigd dat dat kwam omdat hij van zijn bindon een dopje had afgebeten. En dat was naar zijn knie gezakt. En daardoor kon hij niet meer fietsen. Dat weet ik nog, dat ik dat daar echt van overtuigd was. Michiel Adriaanszoon gelooft dat? Toen nog wel. Ja. Ja. Maar dat, ik ben nooit meer vergeten. Ja, ja. Dus dat heeft toen, die strijd tegen Hino was het eigenlijk. Want nou ja, hij legt het nu ook uit. Die controleerde het hele peloton. Ja, dat is een Nederlands manneke, zat je daar maar naar te kijken. Je denkt, kan die man niet een maar keer dat, weg. Dat Nederlandse manneke in Mierlo, zat je dan naar de radio naar Theo Komen te luisteren en hield je alles bij? En was je zo'n fan? Zeker, ja. Nee, aan het zwembad met een radiootje met de andere jongens en daaromheen. Gewoon Radio Tour de France, het mooiste programma wat er is. En de finish het liefst op de televisie met Mart Smeets in het commentaar, ja. Er komt een tijd, Peet, als je afgestapt bent, dat je dan andere dingen gaat doen. Jij werd schrijver, ja? Ja. Een goed schrijver, een blij schrijver, een streng schrijver. Je maakte mooie boekjes. En je had nog iets anders, wat sommige mannen wel eens willen. Namelijk een microfoon ter hand nemen en dan met iets van een band achter je optreden. Ik wil dat wel even laten zien. En de mensen in Nederland mogen dat ook zien. Oh, okay. Dat ging zo. Het is een roze nachtmerrie. Ik lig alleen op kop. Ik heb de camera voor mij alleen. Ik ben de boze vilder. Ik koop een Porsche met open dak. Een Jaguar van mijn vriendin. Een Amerikaanse koelkast. 10 goldcards voor de sier. Vuur spuw ik. As en zwavel. Op de Col de Madeleine. De menigte komt zwier ook. Het is een bad, een orgie, een orgasme. Een jongen midden op de weg met wegwerpcamera. Schiet op, jongen. Druk af. Te laat. Wanneer ik weer bij kennis kom, passeert de laatste bus. En Jean zegt... Af en toe zet de Forel mee met de kopgroep. Dit is een kruiswegstatie, mensen. Onze eeuwige belofte ook ze hebben. Ach, wat gaan we nog beleven met ons illustre landgenoot? Zijn moeder komt uit Venlo en zijn vader is al dood. En de gazen van de streek zijn onbeschrijfelijk. Opgenomen in Maastricht. Met Jan-Willem Roy als de andere zanger en met Okobar achter je. Nou, een prachtig. Je doet het wel eens meer, hè? Bij de Muur on Tour, waar Frank ook bij is en waar ik ook soms bij mag zijn. En dan, je gaat staan en je zingt. Ja, nou, in mijn geval is het dan een soort voordraag. Niet zo bescheiden, Peter, kom op. Maar, het is heel erg leuk om te doen. Want ik word er gewoon heel erg blij van, vind ik, van dat soort dingen om dit te doen. Ja, sowieso. Kijk, Jan-Willem die vroeg me op een gegeven moment, wil je een tekst maken? Daar werd die Willebrod-sessie-cd, die ging gemaakt worden. En dan maak je een tekst en dan doe ik de muziek op zetten en zo geschieden. Maar dat is zo leuk om te doen. De menigte kost wier ook. Schitterende zin, hè? Ja. Maar dit wordt dus een programma met een grote K. Zullen we die even doortrekken? Want de K van Michiel Adriaanszoon, de ruiter in de Ronde van Frankrijk te zien, dat is ook niet niks, hoor. Laten we maar gewoon beginnen zoals we met al onze gasten doen. De ochtend is daar en hier is onze gast. Een ijsje, hè? Maar dat past jou wel. Het is gewoon vooral een synthetische spul. Volgens mij vliegt meteen een effect. Je ziet nu toch al het publiek denken, wie is die renner? Vind ik wel een leuk gevoel eigenlijk. En waarom heeft hij zijn broekje nog niet aan? Hij moet toch zo van start? Leuk, hè, toch? Ik vond het geweldig om daar te zijn, ja. Ja? Ja, ik werd natuurlijk geflikt door die Belkin jongens, maar dat kwam omdat ik hun, nou ja, laten we het daar niet over hebben, maar het is fantastisch om daar te zijn en die totaal afgeteerde mannetjes te zien die dan 200 kilometer moeten gaan fietsen en die hun familie die dat toevallig ook eens nog een kusje geven en dan gaan ze weer en dan met zulke beentjes en dingen dat je denkt, waar haal je het vandaan, man? Ja, waar haal jij het vandaan om van film naar cabaret, naar twee boodschappentassen in je hand, naar WK voetbal, populariteit te gaan. Jij wil ook alle honken aanraken? Ja, wij noemen het wel eens joie, niet joie de vivre, maar joie de vivre.
Gewoon dat je denkt, oké, dit en dit kan ook en dat kan ook. En dan ook je eigen grenzen opzoeken. Weet ik veel. Ik heb ook Hazes gespeeld bijvoorbeeld. En dat ging meestal heel goed en soms ook niet. Want dan zit je echt aan je toppen, zeg maar. En dat vind ik heel leuk eraan. En de afwisseling en dat je dit soort dingen mee mag maken. En ik sta iedere ochtend goed gemutst op en ik ga ook gelukkig weer naar bed. Ja, die glimogen die zijn niet voor niks dus. Nu speel ik piraat. Ik heb vorige week tussen twee boten gestaan en mocht ik aan een touw met een zwaard zo... mocht ik zo zwaaien. Ja, dat is toch een beetje waar je van droomt. Ja, heb je wel eens de rol van wielercommentator gespeeld? Nee. Het bewijs is hier. Ja, er is voor mij natuurlijk een enorme droom uitgekomen, want ik wilde helemaal geen acteur worden. En wil ik eigenlijk nog steeds niet, maar ik kom er niet meer vanaf. Eigenlijk wilde ik altijd sportverslaggever worden. Het liefst bij Langs de Lijn of bij Tiddele, Radio Tour de France. Of in dit geval gewoon voor de NOS. En nu sta ik hier op het dak van deze Tour bij de Izoard, het hoogste punt, 2360 meter. En dit is het hart van de Tour. Kijk naar al die campers die hier gisteravond al zijn aangekomen. En wij staan hier in een totaal Italiaanse bocht. Daar komen ze zo meteen de bocht om. En dan is het daar omhoog zo stijgingspercentage tussen de 8% en 10%. En dan komen ze hier voorbij. Oh, ik kan niet wachten, jongens. 10 renners. En vanaf hier kan ik absoluut niet zien wie dat zijn. Dus we zoeken natuurlijk naar dat groen van Kruiswijk. En dan moeten we toch even wachten. Levensgevaarlijk, bijna in het ravijn. Ik zie daar toch echt nog steeds Steven Kruiswijk op plaats 4. Café de Stam in Gerwe, uit je dak. En daar zijn de matadoren. Kom op, Steven, jongen. Rijden, jongen, kom op. Ja, nummertje 64. Hij hangt wel een beetje aan het elastiek. Maar even nog op die pedalen. Och, het is ook altijd zo lekker snel weer voorbij, hè? Nee, jongens. Ik kijk nog even naar die volgende groep en dan ga ik mee. Zet hem maar even daar, is goed. Ik kom zo. En daar is de man in het geel, Vincenzo Nibali. En de Italianen hier, die worden helemaal gek. En waar is Mollema? Laurens ten Dam zien we nog wel hierbij hangen. Maar Bauke Mollema... is natuurlijk een teleurstelling. Die heb ik niet gezien in deze groep. Kunnen we toch al met recht zeggen dat de Giant Shimano ploeg een stuk beter zit dan gisteren. Ik heb Kittel wel eens vissen gezien, maar hij zit zelfs nog op kop van de bus. Ja, net voor de bezemwagen, de Franse kampioen. Dit was de Izoard 2014. Ik zou zeggen, avoue! Picomptoir, wat was het ook weer? Picomptal. Nou, we nemen het graag over. Ja? Ik was echt teleurgesteld, zag je het? Ja, ik vind het wel mooi terug. Ja, maar je kon Mollema niet vinden. Hè? Ik zag hem niet en ik denk, die is eraf. En ik was echt even van mijn padje. Ja. Ik zag het nu terug ook. Jij vindt dat liedje ook zo lekker, hè? Huh? Dat liedje van dat liedje, ja, dat is echt al die langste lijnen en deze tune. Ja, maar dat is allemaal wat is, die wat historie. Is dat toch in ons mensen, dat we allemaal teruggrijpen naar dat verleden? Dat is al zo lang zit het in ons hoofd. Peet, bij jou ja, van wij... Het is zomer, het is geluk, het is zon, het is jonge meisjes. En wat er allemaal niet bij hoorde. En die schitterende muziek van Herman, hoe heet die ook Herman weer? Van Velden. Herman van Velden. Herman, als je luistert... Ja, maar die mis ik. Ja. Hè? Want de muziek is nog steeds goed, moet ik zeggen, bij Radio Tour de France. Maar het waren altijd betere nummers dan de rest van het jaar. Ons zomergevoel, zullen we het daarop houden? Ja. We gaan naar de rennerkenner. We gaan de finale inzetten. Stuur uw antwoord naar tourquiz@nos.nl. Gisteren zagen we De Krekel op de fiets, de bijnaam van een tweevoudig wereldkampioen die erom bekend stond voortdurend weg te springen uit het peloton. Vandaar De Krekel. Maar hij luistert ook naar Paolo Bettini. Die was net op tijd weg. Wat zei jij?
Die was ook net op tijd weg, volgens mij. Die was net op tijd. Daar komen we zo direct op. Even zeggen dat Fred de Haas uit Schiedam de prijs heeft gewonnen. En die bestaat uit 4 onderdelen, dat weet u. De Tour van Bauke, de bidon, de pet en de trui. En nu Peter Winnen. Die was net op tijd weg. Wat bedoel je daarmee? Ja, ook zo'n vrij abrupt carrière-einde. Alsof er iets... Het is een suggestie. Dreigde. Het is een vrij suggestieve opmerking. We hebben het ook met Menchoff gezien. Kijk, nou, iedereen roept nou, oh, wat een verrassing. Hè? Maar toen Menchoff vorig jaar 2013 eruit stapte, ja, ik rolde over de grond van lachen. Weet je wel. Ja, maar iedereen toch? Knieblessure. Ja, ik bedoel... maar dat is juist het rare, want het blijft toch in deze sport hangen, dat hypocrieten en niemand weet van iets. Ja, maar leg mij dan eens uit. Het ligt er een duimendek bovenop. En zeker de generatie waar die mensen uitkomt en waar de krekel van was. Yeah. Ja, nou. Maar waarom moet hij zijn uitslagen van de Tour de France inleveren en behoudt hij zijn Giro-overwinning? Met alles erop en eraan. Leg mij dat eens uit. Dat kan ik ook niet uitleggen. Volgens mij is er maar één instantie die dat uit kan leggen, dat is de UCI. Ja, maar, en die komt dus niet met een verklaring. Nee, maar ja, dan weet je... Dat zegt ook wel heel veel. Ik zat net lekker in het zomergevoel. Dan moeten we het over die klote doping hebben. Die jongens hebben we allemaal gebruikt. En hij ook. En iedereen. Laat gaan. Maak mij het we uit. Gebruiken dus niet. Ook morgen niet. Nee, precies. Morgen vervolgen de renners hun route in de zuidwestelijke richting. Een etappe van 222 kilometer zonder grote obstakels. Sterker nog, we eindigen in Nîmes, 600 meter lager dan waar we begonnen. Daar zijn we dan toch, Nîmes. Wat fijn dat de Tour hier eindelijk weer eens arriveert. Dat is toch al gauw 6 jaar geleden. 2008, 18 juli, 13e etappe. We weten het allemaal nog, mensen. Cavendish. Wat een end. Edward Cavendish. Mark Cavendish. Wat hebben we genoten. Over genieten gesproken, waar kan het beter dan in Nîmes? De maillot jaune van de Languedoc-Roussillon, de parel van de Gard, de Romeinse edelsteen van Zuid-Frankrijk, de schatkamer van Europa. Bezoekt u eens onze Romeinse tempel, de Maison Carrée? Of wat dacht u van onze arena? Net het Colosseum, maar dan mooier. Misschien wel de eeuwenoude Tempel van Diana, of wat dacht u, van ons Museum voor Schone Kunsten. En uiteraard is Nîmes ook de bakermat van de spijkerstof, denim. Speciaal voor de wielerfans organiseren wij in deze periode excursies naar de exacte plekken waar François Faber en Lucien Petit-Breton ooit wonnen. Wielerhistorie met betekenis, want beide kwamen ze enkele jaren later als soldaat om in de Eerste Wereldoorlog. Maar Nîmes heeft meer dan wielerhistorie. Nîmes bruist, Nîmes leeft, Nîmes geeft. Nîmes ontvangt u morgen. Heel graag. Tot dan. En wij zullen er zijn hoor, morgen in Nîmes. Het heet wel een overgangsetappe te zijn, die in het verleden altijd gewonnen werden door Spanjaarden die goed tegen de hitte konden. Als jij terug op de set bent, merk je dan bij jouw collega's dat die ook geïnteresseerd zijn in de Tour? Ja, ik werk veel met Belgen nu. Dus ja. Het is echt... Dat is doen ze de groeten van de Broek. Oortjes en de setdressers en Nederlanders, André heet die. En die heeft één oortje hier, maar ja. Die hoort wat hij moet doen. En in het andere oortje heeft hij de Tour. En dan gebaar ik zo van, hoe zit het? Dit als ik zelf iets moet doen tussen een paar takes door. En als we echt niks te doen hebben, dan pakken we met z'n allen zo'n tabletje. En dan gaan we de koers kijken. Van na de honden. Jij volgt thuis vanaf de bank, je kijkt? Het meeste, ja, liefst liggend. Dat vind ik het fijnste. Liggend? Ja, ik heb zo'n chaise longue, weet je. Daar kun je lekker op liggen. En vooral het begin van de Tour, dan kun je ook nog eens een uurtje wegzakken. Ja. En dan doe je de ogen weer open, dan heb je niks gemist. Ja. Dus dat vind ik wel heel fijn. En ook met dat kabbelende commentaar op de achtergrond. Ja, dat is ook een soort zomergevoel, hè. Dat hadden we net over. De Tour is ook... Ja. Ik heb ook een middagdutje kunnen doen. Ja, Peter is straks wel te bewonderen in onder andere de ronde van Boxmeer of van Stiphout. Ja, heeft hij heel veel zin in. Maar ga je meerijden in de prominente koers? Ja, er zijn wel wat koersjes voor professionals. Ja? En wie rij je daar dan nog meer? Ja, kijk, Boxmeer, dat gaat hopelijk... Zeg niet dat Joop ook meerijdt. Joop gaat in Boxmeer ook rijden. Hai. Achter Dernis, ja. Ja, ik denk Boxmeer, dat gaat hopelijk meevallen met een dag later. Dan is het in Stiphout. En
dat zijn dezelfde coureurs die een paar weken terug in Zeilberg gereden hebben. En dat ging echt zo verschrikkelijk hard. En, ja, de meesten waren een jaar of 10 jonger dan ik, maar... Peet, daar zie ik tegenop, ga tegen leven als, ga leven als een goede slager. Ga leven als een monnik en reizen eraf in Lieshout. Reizen eraf. Ja. Hartstikke fijn dat jullie hier waren. Hartstikke fijn dat jij hier 8 dagen gezeten hebt, Thijs. Het was me een genoegen. Je leert ons allen op een leuke manier naar fietsen kijken. Jouw plaats wordt morgen door Ellen Winkels ingenomen. Maar heel erg bedankt. Laten we daarop drinken. En op een mooie wereld. Cheers. Kruis mannen. Avou. Heel vies. Parrrrrr. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Ja, zometeen na de ster is Studio Sport er nog één keer. We spreken met Alfred Finn Bogason. We hebben ook nog honkbal, de halve finale van de Haarlemse Honkbalweek. En we gaan beachvolleyballen om 1 miljoen dollar in Scheveningen. Tot zo.